Soms dan zie je een soort keppeltje bovenop een grote onweerswolk. En dat noemen we een Pileus-kapje, genoemd naar de Pylos. Dat is een hoedje uit de Griekse oudheid dat werd gebruikt tegen de zon. Een Pileus-wolk is vrij zeldzaam en je moet goed opletten waar je nou eigenlijk naar op zoek bent. Pileus-kapjes of Pileus-wolken die ontstaan vaak boven een wolk die aan het uitgroeien is tot een bui of een onweersbui. En in zo'n buienwolk daar stijgt de lucht heel snel op. En de lucht die over die wolk heen stroomt, die wordt daardoor ook iets opgetild. Die kan dan condenseren en dan krijg je een kapje bovenop de wolk. Vaak gaat het bij het zien van een Pileus-kapje daarna ook flink regenen of hagelen.